We zijn hier op de finale dag van de BizKids Management Competitie. Duizenden leerlingen uit Nederland en België hebben meegedaan met de voorrondes en de halve finale rondes. De finale dag vindt hier plaats bij de Nederlandse Bank in Amsterdam. En daar strijden ze om de eer manager van het jaar en prachtige prijzen. We zijn de Nederlandse Bank. We proberen nu de finale zo goed mogelijk te maken om uiteindelijk die eerste prijs in de wacht te slepen. Het is een leuke dag en we hopen natuurlijk 1, 2 of 3 te worden. Alleen we zullen het zien. Nou ja, ik vind het eigenlijk een uitdaging om gewoon te winnen. Om eerste te worden. Ja, je moet altijd positief blijven, dus we gaan ervan uit dat we gaan winnen natuurlijk. Nou, het is eigenlijk een online managementspel. En daarbij run je eigenlijk je eigen bedrijf. En we doen allemaal beslissingen zoals de prijs, verkoopbevordering, maak je reclame of maak je geen reclame, hoeveel reclame ga je maken. Het was heel spannend in het begin van wat kunnen wij verwachten van deze game? Ik heb wel het idee dat je beter onthoudt ook waar je mee bezig bent, omdat je veel intensiever mee bezig bent. Want als je iets moet leren uit een boek, dan is het gewoon reproduceren. Maar nu moet je echt goed gaan nadenken en gewoon rekening houden met alle marktontwikkelingen. Dus dat is dan wel moeilijker, maar ik vind het ook wel meer een uitdaging. Dus je kunt wel alles uit een boek leren en lezen, maar zo leer je echt hoe het is in de praktijk en dat is heel belangrijk. Absoluut, veel leuk. Je bent veel meer met de praktijk bezig. Dus ja, ik vond het heel interessant en nou ja, dan sta je hier, dat is toch wel heel gaaf. Het is een heel leuk spel en leerlingen leren door praktijk goed hoe je om moet gaan met het bedrijfsleven. En hierdoor hebben ze heel veel plezier in. Vooral doen zo'n management game, want je leert een heleboel van en het is heel erg leuk. Omdat leerlingen dan heel zelfstandig leren te werken en het gewoon een hele andere kijk is, zeg maar, op hoe het bedrijfsleven werkt.